gouden regel zegt iedereen, ook arts-stichter in zijn boek. En dat weten we natuurlijk allemaal wel. Maar ik zal hem nog een keer onderstrepen voor onze luisteren. Doe geen. Ja? Ja. Experimenten nee. tijdens nee, je precies. marathon. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport. Onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. Vandaag ga ik het met Gerrit hebben over hoe belangrijk is je voorbereiding bij het lopen van de marathon? Hoewel massa's mensen zich tegenwoordig wagen aan een marathon, is het nog steeds een sportprestatie waar een gedegen voorbereiding bij komt kijken. Trainen, eten, herstellen, verbeteren. Het moet allemaal maar precies in je dagelijks leven passen. Hoe deed onze eigen Gerrit Heikoop dit tijdens zijn derde marathon van Rotterdam? Welke lessen heeft hij geleerd? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Goedemorgen Gerrit. Goedemorgen Jurgen. Ja. Hoe voelt het nieuwe rol nu? Ja, de rollen zijn helemaal omgedraaid. Ja, uh, bijzonder ja, om te gast ja. te zijn in onze eigen podcast. Maar ja, je hebt natuurlijk een bijzondere prestatie geleverd. We hebben het al uh, vermeld: je derde keer Rotterdam Marathon. Ja, uh, derde keer gefinished. Ja, hoe is het met je? Ja, het is goed. Het is nu uh, even geleden. Wij nemen dit op uh, één week na de marathon. Ja. We zijn het uit twee weken na de marathon. Ik moet zeggen, ik ben alweer bijna uh, door in de waan van de dag. Uh, de benen zijn weer als normaal. Ik kan zonder de leuning de trap weer op en af. Het enige wat mij nog dagelijks, iedere uur, iedere minuut ja. aan deze marathon herinnert, los van het vooruitkijken naar deze leuke aflevering, is uh, de blauwe teennagels op de grote tenen. Blauwe teennagels, terwijl ja. je altijd voor rood gaat. Ja. Uh, iets met de schoenen, denk ik dan. Ja, dit, ja. Uh, ja er is heel veel misgegaan in deze marathon. Daar zullen we het nog wel over hebben. Ja, zeker. Dat gaan maar we een doen. van de dingen was ook dat de schoenen, uitgerekend de schoenen waarvan ik dacht... die gaan mij doorheen helpen, want toch die zolen leveren me 10% energie en weet ik het allemaal... Ja, die bleken een halve maat te klein ja. uh, en uh, dat is iets wat dus... elke marathonloper schijnt te weten op het moment ja. dat ik dit vertel. Ah, ik wist een... het niet. Eén van de lessen dus die we al straks kunnen meegeven. Ja, en het was ook echt, uh, ja, het was letterlijk pijnlijk, zowel voor het ego als voor de voeten. Uh, ik had wel degelijk een testevenement gelopen op deze schoenen. Uh, ik, had, ik had er niet heel veel op gelopen hoor. Er stonden ongeveer 130, 140 kilometer op. En in die kilometer zat ook een halve marathon. Twee mm -hmm. weken voor uh, de marathon van Rotterdam. Op deze schoenen. Ja. Ja, dat ging top. Ja. Heerlijk. Dus ik kan uh, ook zeggen: uh, op een halve marathon kom je er niet achter. Maar vanaf een kilometer of 25 in de echt marathon je kom je doen. er wel achter. Ja. Maar ik moet aan de andere kant denken aan onze schoenen. Special met Patrick ja, Staastra... Ja. Dat hij zei, nou bewaar ze maar lekker voor je marathon, die, uh, die super stappers. Ja, maar dat had ik dus uh, gedaan. Dit is dus een ander verhaal eigenlijk. Nou, er zijn twee dingen. Ik heb ook veel aan die aflevering gedacht. Wij zeggen daar nog, oeh, nu zullen we wel boze schoenenverkopers achter ons aankrijgen. Ja. Omdat we natuurlijk zeiden, joh, zo'n videoloopanalyse is onzin. Ja, nou, daar blijven we bij. Maar wat een schoenenverkoper nu jou natuurlijk wel onmiddellijk vertelt. <laughs> Hallo meneer, maar ja. leuk dat ja. u maat 44 nu als gegoten zit. Maar koopt u ze maar een maatje groter. Want ja. in die marathon ga je voeten natuurlijk uitzetten. Ja. Nou, klinkt uh, als een beginnersfout bijna. Ja, echt. echt terwijl, we, ja, terwijl we hier te maken hebben met een uh, ervaren uh, rot inmiddels. Ja. Je derde marathon, dat zal ook wel consequenties hebben over, uh, op je voorbereiding. Daar gaan we het echt zo uh, over hebben. Daar gaan we langzaam afpellen, zoals jij dat altijd zo noemt. Ja, uh, ja nou ja. Sowieso mooi, derde keer. Uh, ik ben wel jaloers, want ik heb ooit natuurlijk wel verteld: slechts twee marathons op mijn naam staan. Ah. En ik geloof echt niet dat bij mij nog een derde ooit aan gaat komen. Kijk, 3-2. Ja, is de onderlinge dus, stand. Mooi, gefeliciteerd daarmee, Gerrit. Het klinkt ook ja, alsof het gewoon een makkie was. Uh, wat, uh, hoe is je tijd uh, geworden? Eindtijd was 3 uur en 50 minuten. En daarmee zit hij uh, precies tussen de andere twee marathons in. Mijn eerste marathon deed ik ooit in 3,56. De tweede in 3,46. Okay. En ik ging nu weg voor 3,36-ish. Uh, <laughs> maar dat werd dus 3,50. Ah. Uh, dus ja. je hebt het al. Eigenlijk ging je voor een betere tijd. Nou, daar kom ik op terug. Of het, uh, ja, wat er dan toch uh, anders is gegaan aan je pacingschema. Neem aan dat je dat wel had. Ja. Super, gewoon, ik kan me herinneren in het verleden, jouw eerste marathon, dat, ja, dat was best wel een dingetje. Daar nam je ook vlogs over op, et cetera. Uh, ja, zoiets doe je dan de eerste keer, denk ik. Mijn eerste. Ja, uh, dat weet je, je nooit meer. Doe je dit nog steeds eigenlijk? Heb je nog iets, uh, die, de, de start die zondag voordat je naar Rotterdam uh, vertrok, hoe voelde je? En heb je nog überhaupt uh, aangedurfd om iets van jezelf te laten zien in, in, in beeld of geluid? Ja, een heel klein beetje. Ik heb het even gedocumenteerd. Ik kan het ook voor onze kijkers op YouTube in beeld zetten. Misschien uh, ben je nu wel abonnee omdat je deze video gevonden hebt. Uh, mijn verslag van uh, Rotterdam 2018. Ja. Bijna 9000 keer bekeken. En regelmatig ook de eerste hit als je zoekt op Marathon Rotterdam. Uh, daarin uh, ik, zeg ik, zeg ochtends bij het poortje. Dus vertel ik even hoe ik me voel. Je Dat bent ik... uh, ja, iets minder haarig. Minder de dikke kop. En uh, uh, dat heb ik uh, in het verslag van 2019 ook gedaan. Dus ik dacht nu wel, nou laat ik even bij datzelfde poortje weer even vastleggen hoe ik me voel op het moment dat ik vertrek. Zo even ja. luisteren. Leuk. Ja, daar nou zijn we weer. Het is uh, kwart over zeven. Nou ja, bijna half acht. Ik ben wat later. Het is zondag 24 oktober 2021. En uh, we staan hier weer bij het befaamde. Tuinhaagje en hekje. Maar ja, het is inmiddels pikdonker. Het is namelijk oktober. En ik ga zo uh, op pad naar Rotterdam voor de marathon van april 2020. Maar ja, die is dus al een keer of drie verplaatst. En uh, we gaan starten. Het is mijn derde marathon. Mijn derde marathon in Rotterdam. Ik moet je zeggen, uh, heel weinig getraind. Officieel wist ik pas vijf weken geleden dat die doorging. Toen dacht ik nog, nou weet je wat, dan loop ik in ieder geval drie weken, minimaal 50 kilometer in de week. Dat is iets meer dan Sportrusten voorschrijft in de laatste weken. Maar zelfs dat is maar twee weken gelukt, een derde week niet. Dus ik hou me vast aan het feit dat ik uitgeruster ben dan ooit. Alle biometrische waarden, rust, hartslag, alles is top. Uh, zeer uitgerust. Ja, en dan maar hopen dat we het op de basistraining redden. En natuurlijk de nieuwe schoenen. Hè? Ik heb dikke zolen. Op naar Rotterdam. Aha, toen was je nog enthousiast over de schoenen. Hebben het zo op? Wat me opvalt, je bent. Ja, je, je meldt het al uh, niet super getraind, maar je bent wel relaxed en je vertrouwt op de basiswaarden zoals je hebt en allerlei uh, gegevens die je hebt. Zo'n derde keer, scheelt dat ook? Hoe vaker je dit doet, hoe relaxter je wordt? Dat ja. gevoel had je? Samen ja. met de ja. kennis van uit de podcast, ja. et cetera. Nee, zeker. Dat was groot verschil. Ga, ga maar terug naar die video uit 18. Dan sta ja. ik bij dat poortje te stuiteren. En dan ben ik zenuwachtig en bang. En ik weet niet wat ik aanga. Dat was het grootste verschil. Ik wist nu wat me te wachten stond. Ja. Ik kan letterlijk nu nog zeggen, ik kan het parcours dromen. Precies. Ik weet waar we zitten. Ja. Dus mentaal was het heel veel rustiger. En tegelijkertijd, mentaal was er ook wel onzekerheid. Want ik had, ik had alle lichten stonden op rood. Eigenlijk had ik tegen mezelf gezegd: als die drie weken 50 kilometer niet lukken, ja. mag je niet starten. Om maar een soort ondergrens aan volume erin te leggen. Nou, zelfs die was ik aan het breken. Dus ik sta er wel met goede bedoelingen. Vooral enthousiast dat er weer een evenement was. En hopend op een wonder. Ja. Ik dacht ja, het enige wat kan, is een wonder. Nou, maar dat is toch wel. toch gek? Want je hebt met jezelf afgesproken. Nou, dit moet de basis zijn als het nou, verhaal ik ik er voor. Ja. In principe wil ik helemaal geen marathon in het najaar lopen. Want uh, dat heb ik in die vlogs ook wel eens uitgelegd en ook wel eens in de podcast. Ik ben zo gaan sporten om mijn werk, wat intensief is, goed ja. te kunnen doen. Dat zwaartepunt van het werk ligt nu in het najaar. Ik ben nu drie, vier, vijf dagen soms per week op het podium voor de camera actief. Zeer intensief. Daar wil ik topfit voor zijn, daar train ik voor. Die marathon die hoort daar helemaal ja, niet tussen. Ja. Dus, dus in een, een marathon in het voorjaar, leuk, daar kan ik naartoe trainen, dan, dan ben ik fit. Maar nu he, word ik helemaal opgeslopen door werk. Dus regel 1 was al in het najaar geen marathon. Nou, toen kwam in augustus dat mailtje. Hey, weet je dat? Je staat nog ingeschreven voor april 2020. Het is nu 24 oktober. Toen dacht ik, na anderhalf jaar, en daar hebben wij het ook al over gehad, ik miste veel motivatie. Mm -hmm. Ik dacht, weet je wat? Zal ik het toch gewoon eens doen? En dat effect heeft hij echt wel gehad. Ik ja. ben in de afgelopen maanden echt wel meer gaan trainen. Marathonmotivatie noemde ik dat. Dan dat ik zou hebben gedaan als hij er niet had gestaan. Maar goed, in de, in de basis klopt het al niet. Nou, vervolgens is het volume aan training. Mede ook door die drukke werkzaamheden. dan nog lager dan ooit. Ja. Gaan we het over hebben? Ik denk training. Dat is al, ja. We praten over de ideale voorbereiding. Maar ik denk, jij geeft hierbij al aan het probleem van de ideale voorbereiding. Een voorbereiding kan gewoon niet ideaal zijn als je daarnaast werkt of een gezin hebt of een keer uh, snotterig wordt of uh, ja. geblesseerd raakt. Kortom, ja. Uh, het leven zat in de weg. Ja, maar dat, dat geldt voor elke marathon, ja. denk ik. Ja. En, uh, daar moet je dus op een bepaalde manier mee om kunnen gaan. En daar zullen we het dan ook wel over hebben. De training. Jij richt je volgens mij al jarenlang een beetje op het sportrustschema. Hè? Kun je kort ja. nog uitleggen hoe je dat precies ja, doet? Spo Sportrustenschema uh, sportrustschema plus noem ik het nu zelf ja. maar. Uh, dus de basis van sportrusten in een notendop. Je traint vier keer in de week. Twee trainingen daarvan op je marathon hartslag. Oftewel die hartslag die kan je even laten testen of bepalen mm -hmm. waar je in je oneindig door ja. zou kunnen. Eén training intensiever één training veel en veel langzamer. Dat alles met relatief beperkt volume. Je hoort mij dat in die video ook zeggen. Langste afstand bij Sportrust is 14 kilometer. Um, mijn les na de eerste keer is ik wil daar wat meer lange lengtes in. En als je Koen de Jong goed beluistert in verschillende podcasts en video's zegt hij ook dat ja. is ook wel prima. Dus ja. ik had in mijn voorbereiding een devil's trail zitten van ah, die was 16 eigenlijk. Ik had eigenlijk 26 willen moeten doen. Ik had twee weken voor de marathon wat ik net noemde ja, een, halve even, een halve marathon, ja. marathon erin. En, uh, nou ja, maar dan komen we al een beetje op bij lessen van deze. Op weg naar mijn volgende... Kijk, ik vind dat vier keer in de week trainen prima. Ik vind die variatie van ha marathon hardslag, langzaam, hard ook top. Maar er moet meer volume in, ja. voor mijn gevoel. Gewoon omdat ik uiteindelijk ook... Uh, lopen wel een beetje vooruit op wat er onderweg gebeurde. Maar, maar deze ja. voeten, spieren, ja, ja. moeten gewoon. Ik, en ook mentaal deels. Ja. Ik wil gewoon vaker bij die 30 plus zone komen om ja. daar gewoon mee om te gaan. En dan ook voeding te trainen en weet ik het allemaal. Mm -hmm. ja. ja, dat is altijd wel iets wat, denk ik, discussie oplevert bij dat sportrustenschema. Ik, het uitgangspunt wat zij natuurlijk, hoe zij het gebracht hebben, is blijft, denk ik heel, heel terecht en valide. Dat zij uh, altijd zeggen van ja... Uh, die je hebt de bestaande schema's, pak een beetje van tien jaar geleden. Hè? En daar zat ja. dan een 25 kilometer loop, misschien wel een 30 35 kilometer. 35 soms of 30, ja. ja. Maar dat ging om toppers. En ja. hoe lang waren ze al onderweg? Twee uur, tweeënhalf uur. Maar als je hetzelfde schema gaat aanbieden voor een recreant... die misschien vijf uur over de ja. marathon doet, ja, dan gaat hij... Dat dus... is veel te heftig ja. en daar herstel je niet van. En dan sta je dus uiteindelijk uitgeput aan de start. Precies. Die filosofie sta ik helemaal achter. Ja. Waar ik ook achter sta, is dat sportrusten een topschema is om een marathon uit te lopen of om naar je eerste marathon toe te trainen. Ja. En dan kom ik even wat ik net al zei over die tijden. Ja, dat heb ik natuurlijk al gedaan. Ja. En ik merk en stiekem en dat dat heb ik gemengd, had ik nooit mogen doen. Maar ik wil wel naar een snellere marathon toe hè? Ik heb ja, toen wat precies. inspanningstesten gedaan. Ja. Ik weet fysiologisch wat er theoretisch in zit. Nou, dat wil ik wel eens op gaan zoeken. Nou, dat doe je niet met zo'n voorbereiding. Nee, dan maar, moet er gewoon echt meer getraind worden. Maar die halve marathon die je liep, die dat was echt fluitje een fluitje van de zet. Ja. Ja, dat gaf me ook erg veel ja, hoop. Maar denk je dan niet, nou, dit is perfecte marathon. Dit 2-37, weken voor. Twee weken van tevoren, ja. knijterhard, 300 hoogtemeters. Nee, heerlijk. Ja. Dus toen dacht ik, nou, zie je, ja. de basis is er. Het maar idealiter kunnen. had jij toch in die periode of daarvoor al een keer of vijf, wat vaker een half marathon gelopen. En, nee, uh, nee, nee. Nee? Verder. Echt verder. Want okay. een halve marathon. Ik heb inmiddels ook. Uh, het ligt niet op onze fame, befaamde boekenstapel. In die vakantie voor de hebben we ook het boek van Aart Stichter uh, erbij ah, gepakt. Ja. Ja. Die beschrijft ook al zijn tips. En hij schrijft daar ook weer. Een halve marathon wing je er wel uit. Ik kan me voorstellen voor luisteraars of mensen die niet zo veel of niet zo ver lopen. dat die denken: ho, 31 <laughs> ja. kilometer ja. of 21 kilometer is heel ver. Maar als je gewoon kijkt naar alles wat wij weten over slim besteren, fysiologie, glycos weet ik. Ik loop een halve marathon in iets meer dan anderhalf uur. Ja, weet je wel, daar red je wel. Daar ja, kom je wel ja. met een hoop bravoure doorheen. Het probleem ontstaat dus pas na twee uur plus. Daar wordt het lange afstand. Daar moet je aan de slag met voeding. Daar ja. moet je aan de slag met een vermoeidheid in spieren. Die ken. En ik, mijn grootste les is, ik wil daar vaker naartoe... om uiteindelijk inderdaad ja, in ja. een hele marathon ook te gaan voor een goede tijd. Ja. Helder, je noemt een paar dingen. Voeding, die na twee uur. hebben we natuurlijk gehad van ja. Je kan prima op je glycogeen, op je, 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 ja, je voorraad Koolhydraten in je ja. spieren en lever. Nou, tot anderhalf, twee uur. Ja. En je praat over omgaan met vermoeidheid. Hè, ja. Waar we het uh, ook een uit, aflevering over gehad hebben. Wat bij wielrenners prima te meten is door middel van de vermogensmeter. Maar in bij uh, lopers meer een, uh, ja, een gevoelskwestie en een mentale kwestie zal zijn. Ja. Uh, dat hoeft nog niet per se de, de man met de hamer te zijn. Tenzij je natuurlijk echt niks eet. Dan is dat hetzelfde. Ja, nou, ik heb hem wel. Uh, ik, ik hoe ging gewoon... het? Want ja, de voeding. Uh, had, had je een voedingsplan? Zou, zou ik eerst even vertellen wat er gebeurd is. Zodat we die, ah. die, die voeding ook. Eh, dit soort dingen kunnen pakken ja. op wat er gebeurde. Twee uur is kritisch ergens, hoor ik al. Uh, ja, zeker. Jou, nou, maar, want uh, die 3,50. Hoe is die 3,50 nou opgebouwd? Ja. Eh, want misschien zeggen we. Nou, onder de vier uur. Prachtig. Ik ben er zelf niet zo heel blij en trots mee. Maar dat komt dus ook. Omdat ik weet. 3,5 zitten we theoretisch wel in. 3 uur 30. Uh, en nog een Afgaande sneller. wat jij loopt af, op een 10 kilometer ja, Wat ik loop op 10, km, 10 kilometer, 10, wat ik loop op uh, ja. wat, wat in de -testen hebben ge, ja. gezegd. Dus, uh, dood of de gladiolen. Uh, we hadden vlak, uh, vlak voor de marathon nog de aflevering over pacing. En ja. daar kwam ja. nog weer naar voren. <laughs> Als je kan eindsprinten, ben je niet hard gegaan. Je Zeker. moet dieper, dieper, dieper. Dus ik denk, nou weet je wat, ik ga weg op 3.30. 3:30 is 5 minuten kilometer had ik in mijn hoofd. Er staan in Rotterdam pechers in het vak, oftewel mensen met vlaggetjes ja. mm -hmm. met 3:30 erop. Ik denk weet je wat? Ik ga daar achter zitten. Eerst had ik nog gedacht: nee, want achter zo'n vlag daar zit een peloton, dat loopt heel druk. Weet je wat? Ik ga er net voor zitten, mocht ik ze dan niet helemaal bij kunnen houden en ze lopen me voorbij, dan heb ik nog wat slack. Maar ook weer tip uit het boek ja. van Aart Stichter. Wind Wind. Precies. Je denkt dat wind over wielrennen gaat. Ja. Nou, bij lopen ook. Ga maar uit de wind zitten. Dus uiteindelijk bedacht, nee, ik ga in dat peloton zitten. Laat me lekker meezuigen. Zo gezegd, zo gedaan. <laughs> 330 peloton opzoeken. En dat ging heerlijk. Ja. Ging heerlijk. Echt eh, knallen. Merkte je ook mentaal dat je denkt, wauw, dit het is gewoon echt... was gezellig. gezellig. Ja. Het was leuk. We waren met een club. Het was ook leuk aan het publiek. Het was natuurlijk even voor de geschiedschrijving. Zondag 24 oktober was een prachtige ja. dag. De week daarvoor was regen, maar het was gaat of... 10 tot 13 tijdens de race. Het was strak blauw zonnig. Er was een klein beetje wind. Dus er stond knijteveel publiek. En een van de dingen die leuk was aan het lopen met zo'n 330 vlag. Is dat opeens de stoet betekenis krijgt voor het publiek. Ja. Want je hoorde iedereen de hele tijd. Oh deze lopen 330. Oh dat is snel. Dat is snel. Dus dan nou, kwam er weer extra applaus. En het ging letterlijk als een speer. De kilometer vlogen voorbij. Het enige wat me een beetje dwars zat. We liepen de hele tijd. Vier ers ja. laag. 451. En jij ging 4, 3, uit. Van, 4, ik wilde vijf lopen. Ja. Want ik had nog eens teruggekeken zelfs, wat was ja. er in 2018-2019 gebeurd, de jaren 2008, 2019. Dat ik net iets te hard ging. Daar hebben we het ja. hier over gehad. Omdat wilde ik ook 5 minuten kilometer lopen, maar dan zat ik er net onder. En ik dacht wel al een paar keer. Ja, peesers, ik loop bij jullie omdat ik 5 minuten kilometer wil lopen net iets te hard lopen, kan ik zelf ook wel. Ging je met ze in gesprek zelf? Nee. nee, 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 nee. Je trok je aan die vlak nee, van nee, hé hey, nee. Uh, jongen, Het uh, nee. was ook dimmen. een van mijn voornemens, niet praten. Nee. Dan had ik in mijn eerste marathon gedaan, had ik heel veel lopen kletsen in het begin. Ja, dan was je razend reporter volgens mij. Nam je <laughs> ja. nog je, je telefoon mee, alles ja, te filmen. Ja, en, ja. nee, dus uh, ja. En, en ik heb daarvan geleerd uit de hartslag, daar kost je toch uh, tien uh, hartslagen als je niet oppast. Ja. Uh, uh, verhoogde hartslag. Ik denk, ik ga met niemand praten. Ook geen grappen. Oké, okay, dus er was focus. Ja, focus. focus. Ja. Ik heb wel er waren op een gegeven moment uh, tussen kilometer 9 en kilometer 19 ongeveer. liep ik bij twee kerels. die enorm aan het kletsen waren. En uh, ik liep er namelijk van de week aan iemand. van hoe ging Ik zei: Ja, lekker lopen kletsen. Oh nee. Oh nee, ik was helemaal niet aan het kletsen, maar ik liep gewoon naast hun in hun gesprek mee ja, okay. te doen. Weet je wel? Ik weet, dat hebben mij nooit gezien. Maar dat, dat was een heerlijke afleiding. En, Toen liet maar, je die focus weer even. Nou, ja. Ik was gewoon met hun gesprek ja. aan het meedoen. En ah, okay. ondertussen vloog, vlogen de kilometers voorbij. Wat is. Heb jij een mentale strategie überhaupt? Van waar, waar mogen je gedachten naartoe gaan? Hè? Denk je al aan de finish van wie je. Nee, nee ja, het, dat uh... zit ook in die vlog van die eerste marathon. Belangrijkste les. Uh, is. Uh, in de kilometer waar je bent. Hè? Ja. Run, run the mile you're in, zeggen ze dan geloof ik. Hè? Ja. En uh, dat is echt wel de essentie, zeker als het zwaar wordt. Ja. Je bent bezig in kilometer 25. En als je maar lang genoeg wacht, dan komt er een bordje. En dan begin je aan kilometer ja, 26. Maar ja. nou, ook lees sommige mensen loopstijl gewoon denken van nee, even mijn rechtervoet mooi afzetten. Mijn links en voelt het licht allemaal. Ja, nou, en ik ben dus de, de eerste halve marathon vooral bezig met uh, de mensen om me heen en met het publiek. Had ik me ook ah, voorgenomen. Okay. Ik ja. wil het zien. Ik Daar wil krijg genieten. Van, ja. Ik heb naar alle muziekgroepen uh, gezwaaid. <laughs> en ik uh, nou, dat van Ik heb dat echt heel erg in me opgenomen. Ja. Wat er gebeurt. Beurt, zeker in zo'n pelotonnetje, is dat je uh, je raakt toch een soort van bekend met elkaar, want je loopt de hele ja. tijd bij dezelfde mensen. ik heb shirtjes gelezen, ik heb ja. gekeken of ik uh, mensen hun naam kon onthouden, zodat ik ze misschien later kon opzoeken op Strava. Dus daar was ik heel erg mee bezig. Hoe groot was die groep eigenlijk? Als ik even nou voor beeld, best kwam? groot, ja. want er waren 2-3-30-pacers. Okay. Uh, eentje stond aan de linker startbaan. Je hebt twee startbanen in Rotterdam. Eentje aan de rechter. Die aan de rechter startbaan ging eerder weg, iets eerder. En wij stonden bij die in de linker startbaan. Dus ik ben op een gegeven moment ook. Op kilometer 8 was er een rotonde naar links. En daar begonnen allerlei mensen af te snijden. Mm -hmm. uh, dat deed ik ook. Waardoor we opeens voor onze, onze eigen <laughs> 330-pacer uitkwamen. Ja, ja. Maar die andere. Zat een soort van 300, meter daarvoor. Dus toen zei ik ook tegen een dame die bij me deed, ik zei: Kom, lopen we langzaam naar die andere toe. Want dan hebben we wat slack. Ja. En toen dacht ik ook: Ja, als we hier toch 450ers gaan lopen. Dan, dan gaan we dat ook maar doen. Dus uiteindelijk zijn er ja, soort ah, van 2, ja. 330 pelotons. en een Zwicky ertussen. Ja. Dus het is een behoorlijk groot. Ja, wat zal het zijn? Ik denk wel 100 man of zo. Ja. Um, daar gingen we dus in mee. Totdat. Uh, kilometer. Half marathon ging keurig. 1.42 uh, geloof ik is de tijd. Uh, iets langzamer dan uh, twee weken daarvoor. Gingen terug, een beetje eten. Maar je bedoelt, 1.42, dan zit je een stuk, kom je ruim voor die twee, uh, die uur uit. Uh, nee toch? 40, 2, ja, ja, nou, ik zou nou, 1.45 voor... Ja, dat moet die het... zijn. Ja, nee, ja. ja, precies. Nee, dus we waren flink aan het banken. Wat ja. ik dus eigenlijk niet wilde. Nee. Hè? Um, en ik begon me daar op 25 kilometer ook wel steeds meer aan te storen. Omdat ik natuurlijk begon te voelen dat het eigenlijk iets ja, net te hard ging. Even precies. Het ja. ging eigenlijk iets dus te hard. Die paar seconden eigenlijk. Per kilometer. Seconden, ja, ja, dat die gaat die toch optellen. Verschil. Ja. Maar wat ik me dan afvraag. Eh, ik ben altijd benieuwd. Ja, hoe word je een pacer? Hè? Ja. Wat moet je daarvoor laten zien? Wat, eh, die, dat zijn denk ik mensen die normaal veel harder die kunnen lopen. Die kunnen veel harder. Lopen. En die gaan dan dit lopen. Maar nou. hoe weten zij uh, ja, vanuit Ja, nou, Ik ga je dit vertellen op een gegeven moment 25. Harder, ik begon me te irriteren. Ja. Uh, waar, heb, waar heb je het mentaal? Oh, he, er gebeurde nog iets heel bijzonders, mentaal. En dat is wel een kleine voorbode voor wat er gebeurde. Rond 22 kilometer, dan moet je voorstellen, het parcours van Rotterdam, ben je uit Zuid aan het terugkeren, loop je richting de Maassilo, is een redelijk saai stukje, en dan moet je op een gegeven moment, bereid je je voor op terug uh, de Erasmusbrug over het mm -hmm. centrum in. Ja. Opeens komt daar toch een interessante nee. gedachte voorbij. Die zegt, nou, mooi, halve marathon, zal ik anders gewoon, als we dadelijk bij Erasmus zijn, recht doorlopen en naar huis gaan? Ben er wel klaar mee? Ik Ineens. stop ermee. Dat is wel interessant Dat was een natuurlijk. hele ja. sterke gedachte. Ja. Weet je wat? Ik stop ermee. Ik ja. heb hier helemaal geen zin in. En ik heb een fantastische halve marathon ja, gelopen. ik heb hier ontzettend hier uh, naar mijn zin. Ja. Ik heb te weinig getraind. Ik moet dit niet doen. Dus vraag, mijn eerste vraag is, waarom kwam die gedachte in je op? En ten tweede, ja, wat uh, dacht je daarna? Zeg maar? Hoe ging je daarmee om? Ik denk dat de gedachte kwam omdat het lijf bewust of onbewust wel wist... Aan het protesteren. Meneer, je, ja. bent op een, je bent met iets bezig wat je niet gaat volhouden. Ja. Het is natuurlijk ook rond de tijd dat glycoseen opraakt en ja. zo... Hè, dat er andere systemen aan moeten... Ja, en uh, dan komt dus wat, wat zich daar ging aandienen, is de motivatievraag. Ga jij nu diep de diepte in? Heb ik daar zin in? En ja. Heb ik daar zin ja. in? Moet ik dit gaan doen? Of is het inderdaad wel goed zo? Ja. Ik vond het opvallend gek gekke gedachte, want ik ja. heb hem eigenlijk nooit. Die ken jij niet. Nee, nee. Ik ken niet de opgegeven uh, gedachte nee. van opgaan. En wat hebben we mee? Ja, ik heb hem, hem <laughs> weggestuurd. <laughs> ja. en, nou, en, maar je schrok nee, er wel van, denk ik. Ik schrok of, ervan uh, en ik ja. ben teruggegaan. Daar is hij, daar is het antwoord. teruggegaan naar nu. Ja. dat is nu niet aan de ja. orde Eén, we zijn nu niet bij de Erasmusbrug we zijn bij de Maasilo en we zien dat straks wel ja. Maasilo was trouwens een bijzonder punt daar is ook een metrostation pakken publiek jongen het ja. leek wel Tour de France twee kanten vier rijen dik juichen dus dat geeft dan wel weer energie. Precies, dat helpt dan ook om die gedachten opzij te zetten. Ja, en dan denk ik: zie je, hier doe je ja. het voor. Hier ging je van genieten. Kijk daar ja. maar naar, laat je opswepen. Ik vind een mooi moment, toch even. Om, we zijn toch nog met stuk voorbereiding. En, ja, 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 ja. Uh, je noemt het al, mijn glycogeen is daar een beetje aan het opraken. Tenzij jij natuurlijk gewoon je voedingsplan hebt. Ja. En die heb jij. Ja, ja. Als uh, nou, ervaren rot in een marathon uh, wat betreft marathons. Plus trouwe luisteraar van de Slimmer Presteren podcast. <laughs> hè? Dan weet je dat je een voedingsplan moet hebben. Waar uiteindelijk ja. ook koolhydraten of suikers in zitten. Dus hoe zag mijn plan eruit? Eerste marathon geleerd, zeker te weinig gegeten. Tweede marathon, maar helemaal afgelaaien ja. met gels. Uh, waar die je Toen moest je de borstjes meer, in ja, toch? Die, nee, die, nee, dat was de eerste keer. Okay, ja. Die je niet meer binnenkrijgt. Ja. Dus nu had ik bedacht. Ik doe een mix van repen en gel. Ik heb lekkere reepjes, heel natuurlijke producten. Weet ik dan. Mm -hmm. Daar heb ik wel ervaring mee. Maar niet veel getraind. Nog even je ontbijt. Wanneer, uh, waar, waar ja, ik dat? Ja, zeven zag uur ontbijten. Uh, we, uh, weinig vezels. De laatste ja. 24 uur zo min maar ook vezels. Dat komt uit het poepavontuur van de eerste. Ja. Hè. Dus <laughs> als je weinig vezels in je duim hebt, hoeven ze er ook niet uit te gooien. Dat dus betekent uh, niks meer volkoren. Uh, niet te veel weer uh, groente. En um, in het ontbijt pannenkoekje erbij. Witte bolletjes erbij. Dat maar, soort. Uh, maar lekker, lekker gewoon. Veel, gewoon extra. Ja. Extra, Zeker. extra pannenkoek. Veel zoet, yoghurt. veel koolhydraten ja. ja, 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 en een beetje nee, eiwit ja, ja, erbij. Ja, ja, ja. Ja. En zeven uur, hoe laat was je start? Ja, tien uur. Dus tien dus uur. Eigenlijk iets te laat, ja. want ze zeggen vier uur van tevoren. Maar ja, ik vond slaap toch ook belangrijk. En nog nou, even en van tevoren nog iets genomen? Nee, ja, ze je zegt dingen, je het wel, want ik had dus ja. mijn bakje yoghurt en mijn pannenkoekie en mijn kiwietje, wat ik altijd heb. Ik was mijn banaan vergeten. Kwam ik in de auto achter. Ik heb geen banaan gegeten voor de start. Baalde ik van. Ja, precies. Ja, baalde ik van. En, en nou, daar het... kon je niet ergens een de naam van het het iemand... seizoen gekeken. Ik zei, ja. hebben jullie fruit? Nee, natuurlijk niet. En nee. ook niet bij de start of nee. bij een andere lopen. Nee, ik, de, ik zal je de zo de nog iets van, bekennen. Nee. Dit is eigenlijk mijn grootste geheim van deze. Maar ik ga het daar <laughs> toch maar bekennen. Okay, want dit ophouden. is wel een sleutel, ben ik achtergekomen. Ja. Want uh, ik had ontbeten. Ik had drie bolletjes, witte bolletjes gesmeerd. Maar ik, ik zat te proppen en ik was te laat. Je hoort mij dat ook zeggen. Later nog ooit. Ik denk, ik moet weg. Ook dat hè, is toch wel op. Ja, dit klinkt toch niet als de perfecte. Want je hoort altijd mensen die dan de dag van tevoren alles precies <laughs> klaarleggen: banaan en nog dubbel checken of hun alarm van, uh, van het en te, telefoon allemaal. Ja, maar en dan... ik had de broodjes klaargemaakt. Ja, de banaan moest dus niet. Ik had ze wel gekocht. maar ja. ik was een vergeten klaar te leggen. Stop je toch? Te... En ik was, uh, ik was even nog gaan douchen. Ik zat er wat achter op mijn schema. <laughs> ah. Dus ik wilde de auto in. Ik denk, ik eet die bolletjes wel in de auto. Waardoor ik me besef dat ik ze nog wat later heb gegeten. Dus ja. die heb ik inderdaad rond uh, kwart, acht witte uur Witte Drie witte bolletjes. Ik ja. denk lekker veel kooldrukwater. Ja. Uh, Weinig vezels. Maar dat, dat was dus twee uur voor de start. En moest je ook nog tanken zeker? Nee, ik het niet. Nee, ja. dat had ik Maar ja, ja, tankstation. Ja, tankstation. Voor die nou, ja. Ja, daar ging ik iets halen. Oké. Okay. Dus ja. <laughs> ah. Gouwe regel, zegt iedereen, ook arts, dichter in zijn boek. En dat weten we natuurlijk allemaal wel. Maar ik zal hem nog een keer onderstrepen voor onze luisteraars. Doe geen ja. Experimenten nee, tijdens nee, je precies. marathon. Ja. Oftewel, doe niks opeens voor het eerst. wat je normaal niet doet. Aha. Aanschrijft over nieuwe kleding, nieuwe schoenen. Ja. maar het is dus ook nieuwe voeding. Ja. Hmm. Ik, ik hou me nog even als cliffhanger wat ik heb gedaan. maar dat had wel te maken met texture. Ik, ik wil even namelijk af, hoe ging die race nou? Want dan kunnen we daar meteen ja. ook de lessen aan hangen. Want het, ik had dus. Een combinatie van repie's en celletjes. Uitgerekend, repie was geloof ik 25 koolhydraten. Celletje 23, dus bij elkaar 50. Ja. Theoretisch maximum wat je op kan nemen is 60 tot 90. 90. Dus ik denk met 50 zit ik aan de veilige per kant. Per uur hè? Ja, dus, ja, zit ik aan de veilige kant. Ja. Dus ik moet zorgen dat ik ieder uur een repie en een celletje. eet. Netjes. Nou, netjes ja. in van zo'n ja. riem om mijn heupen moet kunnen. Ja. Door het experiment had ik een iets wat onrustige maag. Uh, maar ik dacht, eerste uur hoef ik nog niet te eten. Dus dat trekt na een uur wel weg. Dus ik heb ook netjes na het uur... ...ben ik het reepje erin gaan duwen. Ja. Maar het was allemaal wat onrustig. Het ging niet lekker. Het ging ja. niet lekker maar mee. je had best hoog tempo. Dus had misschien ook al. Daar heb je ook niet op getraind natuurlijk. Daar komen we op. Ik heb dat training de guts, zeg ja. je vaak. Ik heb dat echt eten. 50 gram Kodate reepje, geletje eten per ...niet, niet getraind. Ge nee. Want in die Devil's Trail, 16 ja. kilometer... haak ah, ik het niet nodig. Heb ik één reepje gegeten. Of één jelletje, geloof ik. Ja. Zelden in die halve marathon ook. Heb ik één reepje onderweg gegeten. Dus ik had wel geoefend met eten tijdens ja, het rennen. Maar dat is toch een... Maar niet de hoeveelheid. Ja, een valkuil ergens. Mensen denken, ah, nou, dat moet wel lukken. Maar of hoe luk moeilijk niet. kan het zijn? Moet ik heb een jelletje. oefenen. Ja. Want, zo kwam ik erop. Einde van de race pak ik mijn tas uit. Ik heb, denk ik, twee reepjes en één jelletje gegeten. He? Tel maar even op. Dat is nog geen 75 gram koolhydraten. Nee. Dus... Dat is op dat echt. moment dacht ik, fuck gast, ja. je ja. hebt ook gewoon veel te weinig gegeten. Terwijl jij op drie uur, vier maar hoefde, uur had jij gewoon, Ja, maar ik hoefde het echt uh, ook niet meer. Five, ik wilde 200. het niet, ik kreeg het niet ja. in, het, ik had ja. er geen zin in. Ah, okay. Dus uh, nou, dat is een les. Want dan, als je het nou hebt over een man met een hamer, die komt dan wel. Ja. Als je gewoon ja, niet eet, nee, op dan wil je wel uh, ja. Dus ik zal het snel afmaken om even het raceverloop, dan kunnen we daar die lessen aan ophangen. We gaan terug richting Rotterdam. We komen, het begint langzaam zwaarder te worden. De terug de Erasmus over is kilometer 27 uit mijn hoofd. Mm -hmm. Veel publiek, leuk. Erasmusbrug, fantastisch, maar wel omhoog. Dus ik had me helemaal voorgenomen. Nu wil ik op mijn klokje 5.03 zien. Ja, Hè, zoiets. Ja. Prima dat we de hele tijd ja, 4.51 lopen, maar nu nee. gaan we ook nog omhoog. Beste Pacers, doe eens even normaal. Komen boven op die brug. <laughs> 4.39. Show. Toen knapte ja. er echt iets. Hè. Toen dacht ik echt: ja, jongens, maar dit is echt niet oké. Okay. Dit is en veel te hard en nog omhoog. Ik voelde dat natuurlijk ook, ja. hartslag omhoog. Dus toen heb ik besloten: ik laat jullie gaan. Ja. We gaan niet meer met die pacer mee. Ik ga nu wel mijn eigen tempo lopen. Toen gingen we Erasmus af. Toen begonnen voor het eerst de grote tenen ook echt zeer te doen. Maar goed, Jacomina Eikelboom in 80. Heb ik natuurlijk met haar over gehad. Blaadjes, dingetjes, moet je gewoon wegdenken. Hè. Dat is allemaal ja, oppervlakkige ja. pijn. Dus ja. dat lukte ook wel. Ja. Maar het zat natuurlijk wel in het systeem. En de nagels had je goed geknipt en zo. Ja, ja het was wel goed geknipt. Maar okay. ze zaten gewoon tegen dat ja. canvas aan. En vooral aan Chantal. Zeker dan downhill ja, down begin je dat ja. echt uh, te voelen. Ja. Toen ben ik door gaan lopen. De, uh, ik liep op zich nog wel lekker. Maar uh, ik liet het gaan. Dus ik ging naar 5.15, 5.30 toe. Zo rond die koers. Kom je dan een beetje in niemandsland? Niet ja, echt, want dan Jan? laat je het peloton natuurlijk gaan. Ja. Loop je veel meer alleen. Maar wel Krooswijk in. Wat een feest is Kooswijk. Voor de mensen die nooit Rotterdam hebben gelopen, daar staat het echt rijen dik over het hele stuk. Daar zijn muziekfestivals, bierfeest, oh ja. echt geweldig. Heel veel juichende mensen. Na dat Kralingse Bos. Mentaal gesproken, ik liep ook al zowel zaterdag als zondag de hele dag in mijn hoofd met, weet je, uiteindelijk is de marathon van Rotterdam gewoon een rondje Kralingse Bos. Met een wat lange warming up. Ja, ja. En dan nog ah, okay. een stukje terug. Maar daar is het ook echt, Jurgen. Dat weet ik. ja, daar, ja, daar, daar begint het. Ja, ja. Het begint op het moment dat je het bos in gaat. En het eindigt ook als je eruit komt. Want, want dan dat, kom dat je is wel. kilometer 30 dan zo'n beetje? Nee, allemaal, of verder. Uh, ja. 31,5 begint hij. Ja. En je komt er op 37,5 uit. Ja. Nou, en dat is dan ook mentaal wat lastiger. Want daar zes, wordt het wat zes, rustiger. Het is 6 kilometer rondje Ja. En. Ik begon eraan en ik kan me herinneren, ik liep daar nog wel kilometerbord 32 en toen kakte het snel in. Want daar staat het publiek ook niet meer. Daar is wat dunner is... publiek. Ja. En ik denk achteraf redenerend dat ik daar ook echt mijn voedingsprobleem wel kreeg. Mm -hmm. Ik zit dan, ik denk, ik ben dan uh, 2 uur 45 minuten onderweg ja. ongeveer. Uh, en daar werd het tempo echt heel snel heel veel lager. Uh, dan komen we de bocht om dan staan daar de hardloopsupporter video's, ja. staan vier schermen met mensen die uh, aanmoedigingen geven uh, ik had daar <laughs> natuurlijk wat mensen toe opgeroepen, laten we voor de kijkers op YouTube en de luisteraars maar even luisteren, vier schermen ik vond het me bijna gênant. Op drie van de schermen stond een video voor mij. Verschillende mensen. Ik had onze eigen vriend van de show Remco Renes ja. kwam ik tegen. Lucas van Rosmalen, ook trouwe luisteraar, kwam ik tegen. En de eerste was van... Oh ja, Shaki, ook vriend van de show. Shakillis. Um, jij zat er niet op, maar je hebt hem later ja. wel geappt. Prachtige video. Go, go, go! Speciaal voor jou, de Joker! Ja, Vrolijk. Ik hoop misschien wel dat ik hem gehad had voor de ja. kijkers of uh, voor de luisteraars. Je wijst hier Zou het het verschil een hebben? Een groot grosbeertje. Ja? Nou, het gaf me nog wat extra ja. uh, voor die kilometer 35 naar 36. Maar ja, er zat Dan al iets in je hoofd. van... Er begon verkeerd. daar weer een mentaal issue op te spelen. Namelijk, nu moesten we weer een nieuwe fase van diep gaan in. Mm -hmm. Het begon namelijk nu echt pijn te ja. doen. Het begon echt in te kakken. En Krampen met tempo, of dat niet? Nee, de tegenaan. Okay. Maar gewoon alles gaat pijn doen. Ja. De hele tijd. Dus je loopt minder lekker. Ja. Het wordt een soort dribbel. Hè? Je bent niet meer verkrachtig, Je bent niet meer met passen. Je wordt een soort jog aan het doen. Precies. Tempo gerust. Proberen zelfs. de pijntjes te vermijden ja, of net nou, anders ja, te lopen. Ja, Daar nou, was ik uh, heel alert uh, let op. Hè? Ja. Daar heeft Guido natuurlijk ooit voor gewaarschuwd. Pijn mag je doorheen, zolang je dezelfde wegenklaar blijven maken. Als je anders gaat bewegen, moet je gaan oppassen. Ja. Dus dat ging wel met tempo zakken zelfs naar zes minuten kilometer. Oeh. Dan ga je daar de hoek om. Dan weet je, dan loopt het ook nog een beetje omhoog. En ik moet je bekennen, daar kilometer 36 bliep, bliep zei het horloge. En toen heb ik er gewoon de brui aangegeven. <laughs> ik denk, ik stop ermee. Ja. Ik stop ermee. Ik ga wandelen. Mentaal zat daar namelijk ook nog bij dat ik dacht, ja, ik kan nu heel erg diep gaan. Ik liep daar nog steeds op een schema... dat als ik dat zou doen... ik tussen de 330 en de 340 zou uitkomen. Oftewel, dikke vette PR. Ja. En ik denk dat iets in mij zei... ja, ik denk, ja maar je verdient hem ook niet, gast. Je hebt net iets meer dan 100 kilometer getraind. Je gaat toch niet... Ja, ja. nu zo'n dikke PR lopen... Uh, nee, het is een beetje achteraf recht ja. wat het krom is, maar ik, ik vond ja, ook... Op, op dat moment kun je niet zo rationeel denken nee, waarschijnlijk. Hè? maar er zat wel iets in mij dat ik dacht, ja. met zo'n voorbereiding, weer tien minuten van je PR, volgens mij is dat ja, niet ja. verdiend. Dus ik ben gewandeld. Ik heb, ben letterlijk gestopt. Dacht jij niet van uitstappen echt? Dat dan ook weer niet? Ja, dat is ook door mijn hoofd gegaan. Heel even. Maar hoe ziet dat eruit? Ja. Want dan sta je daar. Moet je toch ja, terug. Ja, hoe kom je terug? Ja, ja wandelend. Ja, dus lifting. ik denk, nou... Gaan we, ja, dus ik ga wandelen. Ja, ja. Als ik toch ga ik wandelen, dan... Ik dacht nog ergens, uh... misschien... Uh... Vind ik dan nog ergens de geest door de rust. Ja, ja. Was nou, je de enige wandelaar eigenlijk? Nee, al lang niet meer. Nee, al lang niet meer. Okay. En ik was ook al... Ja. Op, nee, nee. Maar ja, dan kijk je om je heen wie de wandelaars zijn. En dan denk je... Hm, ja, en, en je, je zit daar horen? nog wel in regionen ja, voor mensen die voor een tijd van 3,35 gaan. Ja. Dus er wordt ook nog wel flink gelopen ja. om je heen. Maar nee, er zijn al veel meer wandelaars. Ja. Maar daar sloot ik me bij aan. En ik vond dat mentaal moeilijk, want ik dacht... Ja. Nou ja, ik dacht dus ook even... Schaamde ja. je eigenlijk? Ja. Schaamte ja. was er. En ik dacht, ja, dan ga ik ook maar niet de, mar de medaille halen. Ja. Je had toch niet de slimme presteren podcast shirt aan op dat moment? Ja, want dan, ja, wel de uh... UATT shirt. <laughs> maar um, nee, want ik dacht, ja, het is tenslotte geen wandel evenement. Nee. He? Het is een hardloop evenement. Ja. En er was echt wel een soort knip. Ik dacht, ik stop nu met hardlopen. Ja. Ga wandelen. Nou, dat is uh, lekker. En uh, wandelen uh, toch. Twee, Drie keer geprobeerd, ook door de aanmoedigingen, wel weer wordt even steeds moeilijker. Hè? Als je starten, eenmaal ja. hebt gewandeld, ja. dat is Eens. met het grote verschil. Van ik altijd de wielrennen kun je benen even stil of een stukje ja. rustiger bij, bij, bij lopen. Ja, als je nee. tempo gaat wisselen nee. en vooral als je gaat wandelen, nou, dan is komt dan, er niet meer in. Nee, nee dus ik heb uh, uh, Rooswijk ingewandeld. Op een gegeven moment bij wat hele grote feeststukken <laughs> nog wel weer even de in <laughs> ja, ingezet ja. en dat duurt dan weer een paar honderd meter. Ik vind je. Ja, wat ik zeg. Het publiek staat je dan ook echt aan te moedigen. Hè? Want die denken, nou, we zullen een mentaal er doorheen slepen, we schreeuwen hem naar het hardlopen toe. Ja, ja daar zit dan zeker ook wat schaamte. Hè? Want die, zij staan er ook, zij willen fucking hardlopers zien. Niet een gozer die over dat parcours wandelt. Ja. Uh, op een gegeven moment had ik ook een <laughs> dame. Die, die, die staan wel, die ging echt helemaal los. Kom op, ja, je naam staat natuurlijk op je ja. buik. Ja. Opgeren. En ik keek haar ook echt zo aan. En dat deed ik ook. Niet. Ik zei tegen haar: ik word een beetje bang van je. Oh, zei ze. Nou, doe je wel. Ik zei: ja, kom goed. Ja. Oké. Okay. Maar, en toen uiteindelijk kom je dan bij kilometer 41 en dan staat het zo dik. Maar ja, ja. Dan... Toen dacht ik: ja, maar hier kan je het ook echt niet meer ja. maken. Dan moet je nu ook echt van het parcours af. Of gaan hardlopen. Want hier kan je het echt niet meer maken. Maar om Maar het klonk ook, je was behoorlijk geïrriteerd eigenlijk. Je was helemaal Over niet... mezelf. Ja als je tegen zo'n dame zegt van nou ik word bang van je of ja, zo ja, ja maar nee Z nee, zat, nee dat is anders hoe, hoe ik was zat gewoon je... vo volle teugen aan het genieten van het oh, feest okay. maar ik voelde me natuurlijk wel out of ja. place. ja <laughs> ik hoorde daar niet ja. helemaal want het is geen wandel evenement ja. dus toen ben ik uh, uh, laatste twee kilo uh, ja bij een uh, 41 40 half denk ik ben ik toch maar weer in de jog geschoten ja. en dan kan het wel hè want dan dan staat er zo verschrikkelijk veel publiek en dan kom je onder de uh, kubuswoningen door dan ga je naar de koolsingel ja. ja en dan dan, dan nou, dat zal iedereen herkennen, dan maakt het niet meer uit hoe je voelt. Dan, dan word je gedraaid. Uh, Lekker stuk, uh, aan die single Die is vals plat naar beneden. Dus dat is ook wel fijn. Alleen die tenen. Ja, <laughs> maar uh, ja, de, die, het, er was zoveel pijn, dat ja. stond wel uit. En wat ik mooi vond toen ik die laatste vijf, uh, ik, ik zag de 550 werd het nieuwe doel. Hè? Ik dacht, oh ja, ik oh, kan ja, 550 ja, je... nog halen. Wat was je? Ook of aan... 350 ja. moet ik zeggen. Was je een beetje aan het rekenen ook zo van, nou, nee, dit, maar uh, ik was zo wel. Ja. Kijk, ik denk, nou onder die vier uur dat ja. kan zeker nog. Dat blijven we wel doen. En toen dacht ik, nou dat 3,50, dat ja. is wel een mooie tijd. En toen liep ik op die call zingen. Toen werd uh, Abu Talib geïnterviewd. Nou. Laten we even toch ook in deze podcast zeggen. Ah, Ahmed Abu Talib is de held. Ja. Dat is natuurlijk de man die vijf weken geleden of vijf weken daarvoor had gezegd. Ja, dit moet uh, doen. Als een soort WWT kaartje in de gemeenteraadsvergadering. <laughs> Jongens, oh ja, nog iets. Ik ga de vergunning ja. verlenen. Ja. Ja. En hij stond daar ook een interview te geven. En hij zei dat ook weer zo mooi. Hij zei: Deze dag. Natuurlijk is het bijzonder dat al deze mensen hier aan het lopen zijn... maar dit is echt een festival voor Rotterdam. Dit is Rotterdam in alle uh, vaten. Iedereen ja, is ja. buiten. Het is één groot feest. Er is geen enkele wanklank. Hij had natuurlijk nog die Feyenoord-supporters in ja. zijn hoofd... van die paar dagen daarvoor. Ja, ja. En hij was ook zo'n trotse burgemeester. En onder die klanken liep ja, ik op. Ja. En toen zei hij ook nog één keer... Hè, toen zei die speaker tegen hem... Nou, uh, mogen we dan ook uh, wat feest zien? Zei hij, nou, normaal ben ik... Uh, normaal ben ik een hele statige, saaie man... Maar als jij het aan me vraagt, zal ik het nog één keer doen. Dus Rotterdam, ik tel af. En dit waren letterlijk mijn oh, laatste honderd ja? meter. Hè? Rotterdam, ja. ik tel af, laat je horen. Ja. 3-2-1. En toen ontplofte die hele csingel. Nou, daar ben ik dan maar op uh, naar binnen ja. gegaan. Ja. En uh, toen janken, jongen. Janken. Ja, <laughs> ja echt zo emotioneel. Dat, dat, dat herkent iedereen, dat is de uitputting, ja. maar toch ook wel Toch gedaan. Ja. Toch ook de frustratie en de schaamte van hè, waarom is het zo gaan. Aan de andere kant. Wat ik tegen iedereen heb gezegd, het is loon naar werk. Was er iemand na de finish voor je? Uh, ja, er staan daar heel veel EHBO'ers ja. en die willen vooral dat je doorloopt. Maar je hebt nooit, uh, je familie kwam niet? Of oh zo, zin, of uh, bekende, nee, die of, uh, uh, hebben het op de app gevolgd. Dat moet ik het ook ja. over hebben. Dat was natuurlijk één groot drama, hè. schaam. Dat is één ja, ja. smetvlek op deze editie. Want jij was wist die gewoon, app. die kijken mee. En, uh, ja. ja, en de app werkte ja. voor een meter. Oh, okay. Nee, er was daar op, op dat moment niemand persoonlijk. Ik was daar zelf, ik was emotioneel. Ja. Ik stortte toch wel even op het hek. En ja. dan zo'n EHBO'er wil maar één ding weten. Moet ik jou in een rolstoel zetten? Of kun je door? Ik zei nee, nee, gaat wel. Oké, okay, kun je dan even doorlopen? Want dat ik, finishvak moet vrij ja, natuurlijk. Het verbaast me wel ergens. Want ja, ik ken jou ook wel als een nuchtere uh, Hollander ergens. Maar... Jurgen, ik heb uh, twee keer echt gejankt. En een aantal keer bijna ge... Ik heb zelfs bij Litouwen staan janken. Uh, huilen, zeg maar. Ja, dat dan. was al voor uh, ge de Geëmotioneerd, ja, in start. het startvak. Uh, ja. Litouwen, zingt dat je never walk alone. Ja. En, ja, dat is natuurlijk wel uh, emotioneel, zeker. Ja, en wat daar volgens mij samenkwam is toch ook een soort afsluiting van die ja, klote ja. corona-periode. Ja. Eindelijk stonden we daar weer met 20.000 man in dat startvak. Lee was weer buiten, vlaggen, banieren, alles kon weer. Het is meer de setting, die. Ja, jou en de mensen zijn om je heen weer. die emotioneel uh, oh, raken. Dat ja. je daar, daar ben je gevoelig voor. Uh, ja, wist ik niet, ja. maar toen wel. Ja. Maar heb je die, die andere uh, twee marathons toen je over de finish kwam? Was het net zo emotioneel ja, voor je nee, deze? Het is bijna? Altijd huilen. Nee, okay. huilen over de finish. Want wordt er in Renkum. Nee. Ja, dat, dat, dat ja, is maar ik heb daar wel anders. iets over gelezen. Misschien moeten we daar eens wat wetenschap over ja. zoeken. Uh, dat schijnt ook dat dat bijna iedereen dat heeft. Want het is een combinatie van een, de fysieke uitpitting. Dus er gebeurt iets fysiek, fysiologisch ja, dat, snap dat, dat, ik. Ja. dat je er bent. Met natuurlijk de emotionele trots van de reis. En ja. dat je het toch hebt volbracht. En ik denk dat iedereen heeft zich ergens door een mentale grens moeten duwen. Ja. Want ja. je duwt je natuurlijk doordat ik wil niet meer heen. Dat is natuurlijk een beetje Michiel Panhuizen verhaal, ja. denk ik. En uh, dat heb jij uh, ja, in ultieme vorm nu beleefd al op een marathon bijna. Dat jij je onvoldoende voorbereid toch in een zone komt. Ja. Waar je nog niet geweest bent, zeg maar. En de zone betreedt. Nee, en dus ook van, de keuze en, uh, dat ik daar niet heen wilde. Nee, en klopt. dat heeft wel met motivatie te maken. Daar ja. hebben wij het altijd over gehad. Daar heb ik wel over nagedacht. Wat gebeurde er nou bij 36? Dat ik zei, ik stap uit. Ja. Er was dus een keuze of ik moet nu mezelf gaan motiveren om door die pijn heen te gaan. Of ik stop ermee. En ik en ja, ik geloof... Ik... Hoe kijk je daar nu op terug? De, nou, heb ja, heb ik je zeg... nog wel eens gedacht van... Nee, loon naar moeten... werken. Loon naar oh, werken. Okay. Ik geloof ja. ook in de grote lijn der dingen dat ik dit scenario veel motiverender ja, ja. vind om voor mijn volgende wel goed te gaan trainen. Ja. Dan als ik toch verdomme met 120 kilometer trainen met er doorheen had gezwijnd om weer een PR te lopen. Dat, ja. is, dat vind ik ook niet motiverend. Ja, dus dit is duidelijk ook een uh, voor jezelf en een signaal naar anderen. Denk niet te licht over nee, een marathon. Nee, Hoe getraind je voelt. Een marathon moet je of, echt uh, voor ja. Ja. En dat is en een dus, groot verschil met bijvoorbeeld een fietstocht of een kwart triathlon. Of, ja, maar of maar ook, een halve marathon. Ja, of als je er niet echt voor traint, moet je ja. rete gemotiveerd zijn. Ja. En dat ontbrak daar op een gegeven moment bij mij dus ook. Hè? Want tuurlijk had ik misschien nog wel tien tandjes dieper kunnen gaan door die pijn heen. Maar de, de, ja, de, die bereidheid ja. was er op dat moment niet. Nou, dus een keer, derde keer ergens, uh, maar weer wijze lessen opgepikt. Nee, ik heb echt dat, wel uh, heel veel fouten gemaakt. Ja. He, uh, Ondanks de toch, ervaring die je denkt. Ja, ja, de, de, toch te de hard weg. Ja. Want daar begon het met die pacer. Ik heb uiteindelijk een van die 330-pacers op Facebook gevonden. Okay, ja. Met zijn klokkie, ja. met daar inderdaad 451 op. Waarop ik tegen hem zei: Jongen, ik vond het fantastisch. Ja. Geweldig dat jullie het doen. En dat wil ik in de podcast ook even gezegd hebben. voordat ik daar nu negatief over lijk. Oh, over je te hebt komen. gereageerd op Strava op hem. Ja, op Facebook. Op Facebook, ja. Het is natuurlijk fantastisch dat mensen hun training opofferen. om mensen te gaan pacen. Precies wat je zegt. Ze ja. doen wel even een marathon veel langzamer dan ze kunnen. Maar ik was toch wat teleurgesteld ja. Ja. in het feit dat ik dacht: we lopen hier vijf minuten de kilometer. en jullie lopen deel, dat is 451. Dus ik vroeg aan hem: doe je dat expres? Loop je eigenlijk vlak? Wat is eigenlijk jouw plan? Ja. Nou, het was de eerste reactie. Nou, vriend, op 5 minuten kilometer komen wij niet op 3.30 uit. Hoezo dan nog een keer? Nee, klopt. Dan kom je op 3.30.59 uit. Ah. Dus ik in die tabel invoeren. Je moet inderdaad ja. 4.58 lopen om op 3.30 uit te komen. Maar dat is uh, ja. maar, geen 4.51. Dat is nog steeds geen 4.51. <laughs> nee. Dan zegt hij, ja, en bovendien, uh, ik zeg, hou je dan rekening mee dat mensen inzakken? Dus dat je inderdaad uh, voor gaat lopen? Ja, zit hij wel een beetje, maar nauwelijks. Ja, uiteindelijk kwam ik er met hem niet uit. Nee. Hij vond dat hij het perfect had gedaan. Ik vond het niet. Dan nog even over die 4,39 op die brug op. Daarvan zegt wel iedereen. En ja. dat hoor ik nu in, uh, ook in een andere podcast terug. Rondom dat punt van de Erasmusbrug staan een paar hoge torens. Daar gaat je gps van over de zijk. Ah, okay. Dus die kilometer ja. tijd mag je nooit nee. uh, als waar beschouwen. Ah, Oké. Okay. Dat wie maar goed, heet. dat was ja. wel mijn mentale knappunt. Nee, maar ik vind het wel een, uh, puur in het, het wetenschappelijke stuk rondom pacing. Daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. Hoe fijn is het niet om een negative split te lopen, bijvoorbeeld? Hè? Maar op het moment dat jij besluit om dus met iemand mee te gaan, die strak, nou ja, zoals hij zegt, ja, even elke de, de conclusie kilometer afmaken, dat... heb ik ook bij hem op Facebook gezet. Ik ben dus met de verkeerde verwachting ja. achter die 330 vlag gaan zitten. Ja. Blijkbaar moet ik achter de 335 vlag gaan zitten. Ja, die is er niet. Ja. Dus dan moet ik het toch zelf doen. Ja. Zeg maar qua PC. Nee, maar het, het geeft ook. Dus het kan je helpen. Maar Help het kan is het peloton. ook. Het peloton is fantastisch. Ja. Hè? Uit de wind, met elkaar, ja. lekker bij de groep blijven. Dat is heerlijk. Misschien moet ik dus zelfs wel, want die was er wel, bij de 540 PC beginnen. Ja. En dan langs, En dan versnellen. We. Ja. ja, zou ook kunnen. Ja. Nou ja, dat is in de komende jaren kan je dat <laughs> gaan allemaal dat nou gaan uitvogelen wat ja. jou helpt. Nee, ja. Dus er is echt veel misgaan. Klassieke fout, los van te weinig getraind, uh, eten niet getraind, te snel weg. Klassieke ja. fout. Ja. Verkeerde schoenen, uh, namelijk een maat, een maat ja. te klein of een Vraal, dus, maat te klein. Uh, Ja, shirt uh, en broek zat goed, nee, niet te prima. warm gekleed. Nee, nee, en, dat en, ging allemaal okay. prima. Ja. Dat ging allemaal lekker. Korte broek, uh, korte mouw shirt, wel een ondershirt. En ik heb dan altijd, als ik dan de mouwen opstroop, dan heb ik toch een oh, soort ja. van korte mouwen. Dus dat is prima. Uh, eten, uh, ja, geloof ja. ik wel in wat ik bij had, maar niet genoeg op. Drinken, heb ik ook nog veel aan jou ja. gedacht. Ja. Ik heb toch uh, bij, oh ja, want zo kwam ik erop. Ik heb natuurlijk maar, ik, 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 ik rekende aan jou uit, hè. ik heb ongeveer 500 uh, calorieën gegeten. Want ik ben uiteindelijk in de tweede helft van de race wel bij alle waterposten die sportdrankjes gaan drinken. En dan kijk ik het zomaar binnen. Voor ja, het, uh, als ik het niet kan eten, ja. dan kijk ik dat ja. maar binnen. Ja. En toch overal een slokje water om even de mond te spoelen. Want het was een zoete troep. Wel, ja, dus precies. Het, ja. Dus je wilt toch de mond een beetje fris houden. Ja. Uh, de banaan die je toch uh, niet. On de banaan vergeten. Ja. Ik heb uh, tijdens het wandelen nog wel een banaan aangepakt van de kant. Ah. Ik denk okay. uh, misschien nog ja. die nog. Wat. <laughs> dus uh, nee, Dus wat hebben we allemaal fout gedaan? Ja, dus eten, lange afstanden wil ik trainen, uh, schoenen fout. Ja, en dan het experiment. Ja. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Sucke, ik en ik, uh, nou ja, ik wil toch even complimenten geven. Want waar we hebben het over gehad bij de Pacing uh, aflevering. Ja. Is dat je zelf toch moet leren als jij het keer echt wil verbeteren. om gewoon hard van, van start te gaan. En dan ja. maar kijken waar het schip strandt. Ja. In plaats van altijd dat voorzichtige en bij de finish overhouden. Ja, dat is gebeurd. <laughs> En uh, nou ja, helaas. op uh, 36 ja, kilometer. dat had ja. later gemogen of had <laughs> ja. niet gemogen. Maar uh, ja. in die zin denk ik, nou heb je ook daar ook toch van geleerd. Hè? Toch? Oh, ja, leuk dat jij zegt compliment. Ik stap dus uit voor mijn gevoel mentaal op 36. Nou, ik, ik ben wel op parcours gebleven. Dus ik ben bij de finish gekomen en ik heb een medaille. Ik schaam me daarvoor of ik vind dat toch een soort van falen. Dan krijg je bezig van alle kanten complimenten. Uh, wat goed dat je naar je lichaam geluisterd ja, ja. hebt. Ja. Wat goed heb je ja. durven stoppen. Uh, Kun jij het inmiddels ook een beetje voor jezelf zo neerzetten? Of wat overheerst nu eigenlijk? Uh, voldoening? Hmm. Nah. Prestatie geleverd? Nah. Of... Nee, ontevredenheid en... Wat overheerst is uh, loon naar werken. Ja. He, dus ik heb gekregen waar ik me op ingezet ja. en ik wil meer. Dus er is ook honger naar ja. wel degelijk naar die 330 toe. Uh, en dus ook uh, bewijs geleverd, daar moet je meer voor trainen. En er is dus dan nu ook motivatie ja. om dat te doen. Dus wat mij betreft is dit er één om, om ja, redelijk ja. snel te vergeten. Ja. Als ik ooit zeg, ik heb tien marathons gedaan, dan was dit uh, nummer drie van de tien. <laughs> ja. En uh, verder, nou ja, ja, en toch maar goed die lessen weer pakken. Meer trainen, ja, trainen met eten, ja. beter eten ja. uh, en dan dus niet experimenteren. Nou, wat heb ik nou gedaan? Ik kom wel een beetje door onze podcast. Ik had het al één keer eerder gedaan, namelijk, uh, ik heb zitten nadenken over dat wij zeggen, je moet veel koolhydraten eten. Mm -hmm, zeker. En... Vaak wordt gezegd: je moet vlak voor de wedstrijd even nog een gelletje pakken. Dan zit dat er maar vast in. Daar dan hadden we bij de glucose-patch uh, ja, over. Ja, hè, ja. gaan, gaan ja. doen. Ja. Ook hebben wij een aflevering over cafeïne. Ja. Waarin ja. we geleerd hebben dat cafeïne het vermoeidheidssignaal ja. remt. Ja. Hm. Dus ik dacht: iets met veel koolhydraten en cafeïne. Zal ik er anders een Red, red Bulletje in gooien? Ah, ja. Dat heb ik, als ja. je goed hebt opgelet op mijn Instagram account, bij Kijkstad gedaan. Oké, okay, ja. Heb ik ook zo voor de start een Red weggetikt. Ja. Dat ging prima. Maar, is mijn les inmiddels, Kijkstad was natuurlijk een sprint triathlon. Ja. 1 uur, 10 minuten of minder zelfs. Je begint met oefen zwemmen. Hoef niet, niet te eten. Nee. 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 Dus, hier is dat tankstation, <laughs> ja. waar ik ook wel op zoek ging naar een banaan. Ik dacht, weet je wat, ik haal even een Red Bulletje. Dus ik heb uh, in het startvak ah, okay. Red Bulli weggetikt. Ja. Ook niet getraind. Keek je om je heen? Soort van, waren ja, meer mensen nee, die ik het heb dat uh, zo. Ja, ja. Natuurlijk waren er niet meer mensen die dat deden. En uh, ik ah, weet okay. inmiddels ja. ook waarom dat niet goed ging. Los van dat mijn maag onrustig werd, omdat ik niet zo vaak Red Bull drink. Eigenlijk nooit. Ja. Wat las ik nou van de week? Het gaat ook om concentratie. Isotoon versus ja, hypertoon. ja. ja. En de verhouding koolhydraten-vocht in uh, Red Bull is natuurlijk helemaal af. Ja. Er zitten veel te veel koolhydraten ten opzichte van vocht in. Dus daar gaat die maag van streek. En ja. moet het lichaam van alles doen om dat bij te mengen. Ja. En daar heb ik natuurlijk last ja, van. Ja, ja. Sukkel. Wat heb jij sowieso? Oh, uh, moet jij straks dus er drie keer uh, naar de wc poepen? En et cetera, uh, uh, voor zo. Uh, niet. Nu niet. Nee, nee, normaal, nee, maar daar zit wel dus die omdat tip... je dus relaxed wel nee, opstond, omdat ik geen vezels mee eet. Ja, ja, dat scheelt He, echt dus wel. Dus de laatste aan. 24 ja. uur geen vezels eten betekent. Ja, vezels zijn natuurlijk ja. veel restafvalstaf waar ja. ontlasting waar je van moet poepen. Ja, als je dat niet eet. Dan hoef je dat ook niet af te okay, scheiden. Dus dat, dat werkt goed voor je. Ja. Alleen uh, het ging mis dat je de banaan eigenlijk vergeten was. Banaan vergeten, dat was meer mentaal. Hoor, alternatief maar, we toen... weten natuurlijk banaan, veel energie, maar ook veel kalium ja. en dat soort dingen hè, tegen kramp. Ja. Dus daar had ik mentaal denk ik, kak, mijn banaan vergeten. En uh, ja, ja. Nee, dus. Maar wanneer kwam dat bij je op van, had ik die Red Bull maar niet genomen? Was dat al uh, redelijk snel dat je denkt, hmm, die darmen voelen toch anders? Of... Ja, dat. Ja. Ik, uh, de darmen waren natuurlijk wat onrustig. Dus toen dacht ik wel, oh kut, ja. Zal ja, ja, zal ja, het zal niet in het pool zijn? Uh, tweede schrik was dat ik dacht, oh, ik heb wel heel weinig gegeten. Ja. Toen ik mijn tas uitpakte. En de derde klap was natuurlijk toen ik eergisteren of zo las... Oh ja, die toon, oh, Ja, maar <laughs> ja. uh, nou, wel nou fijn goed. dat je nu een verklaring hebt. Ja, toch? ik bedoel, nee, dat je is hebt fijn. Alle, we hebben allemaal verklaringen. Ik bedoel, uh, het kan alleen maar beter gaan, denk ik bijna. Dus ja, maar dan en daarom zeg ik dus, waarom is dit nou een om snel te vergeten? Ja, doe even dit soort lessen in je eerste vak, ja, marathon. Ja. Hoezo, hoezo met mijn wijsneuzige, slimmer presteren ja. podcast, moet ik, daar, <laughs> moet ik daar, nu achter komen? nu Dat voelt, zijn allemaal mensen, Gerrit. Dat voelt hè? wel een hey. beetje dommer. En uh, dus, nou ja, misschien is de derde ook nog maar. Kijk, sommigen die hebben uh, twintig marathons, dertig. Misschien ja. leer je het wel nooit, ja, hè? En, en we wil, hadden we natuurlijk in onze slim presteren appgroep over met Guido ook. Ja. En wat hij natuurlijk ook is. Ik heb natuurlijk, omdat ik te weinig getraind had, geprobeerd om alle randzaken ja. die wij in onze podcast bespreken goed voor elkaar te krijgen. Ja, maar de, maar hè, ik zei het ook al als les van ja, training the gut, training the gut. Ja. Waarop hij ook zei, nou als je nou gewoon begint ja, met gewoon, gewoon te gewoon trainen, trainen ja. Ja, dus ga gewoon trainen. Gast. Het gaat om de basis natuurlijk. Ja, en de basis tuurlijk. zit hem in uh, puur de trainingsarbeid, de trainingsintensiteit ja. die ja. jij... Uh, ja. Zelfs jij... Gerrit Heikoop, jonge uh, hond die nog heel fit oogt. En uh, ja. op uh, een halve marathon een paar weken geleden echt fantastische tijd liep. En mijn Renkum uh, Tridlon ook alle uh, hoeken uh, liet zien. Ja, ook jij loopt wel eens tegen. Ja, een Marathon is gewoon echt een ander. Jij beest. moet trainen. En ja. alle clichés zijn waar. Het begint pas vanaf 30. En het is eigenlijk een rondje kraanse ja. post. En ik merk dus wel, in die zin, ik moest wel denken aan mijn Japanhuis ook in de band van de Barkley. Die faalde natuurlijk ook steeds. Ja, dat voel ik nu ook wel. Ik heb nu alweer behoefte om straks op 10 april 2022. Dus. Toch een keer te proberen. Dat ding hardlopend. En dat heb ik de eerste twee ja. keer wel gedaan, maar gewoon. Redelijk fatsoenlijk hardlopend uit te lopen. En dan, afgaand op jouw voorbereiding, een, een reële schatting te maken van de eindtijd die haalbaar moet zijn. Hè? Dat ja. lukt nou, dat ik denk was... nog steeds dat die 30, ja. die 35 ja. erin zit, maar dan moet ik Met... wel meer trainen. Precies. Okay. En daar heb ik hopelijk in de winter, uh, is nu volgens de planning veel meer tijd voor ook. Nou, dan dan dat, het dat klinkt als uh, dat we dan uh, in voorbereiding op jouw volgende 4. Vierde ja. gaan we weer dit gesprek houden, denk ik, juist ja, van Misschien tevoren. moeten we alle misschien luisteraars dan, oproepen, ja. zullen we een, uh, een virtueel loopteam <laughs> beginnen? Hè? Zullen we samen mee gaan doen aan uh, Rotterdam? It, uh, kijk, ik heb uh, natuurlijk met mijn twee marathons... Nou, ik moet zeggen, eerlijk bekennen, ik was een week... Nee, ik was in Parijs ja. en uh, op de dag dat daar de marathon was. Ja. Nou, en daar wist ik niks van. Dus heel toevallig liepen wij een uh, rond en ineens een stuk afgezet en daar kwamen ze langs. En ik denk dat Parijs is nog groter waarschijnlijk dan Rotterdam. En dan zie je eigenlijk dat lange lint van mensen inderdaad met de pacers, et cetera. ik denk, ja... Dit is heerlijk natuurlijk als je op deze manier nou, de eerste uh, 20 kilometer ja, vliegen nee, voorbij. Een pacer is en, uh, ja, de specer is fantastisch. Hij moet alleen wel op een goed ja. tempo lopen. <laughs> Tenmin, dus, nee, andersom, zij lopen wel goed tempo. Ik moet achter de goede pezer gaan zitten. Dus toen dacht ik, stiekem ergens van, nou, ik ga het helemaal omgooien. Kijk, ik train nu altijd maar jaren steeds voor 10 kilometer, max 15 kilometer, allemaal voor die sprintriathlon. Misschien moet het gewoon omdat ik gewoon nu allemaal duur ga trainen. Een beetje meer echt laag tempo, puur uitlopen. En wie weet kan ik in de toekomst nog eens een derde marathon gaan lopen. Na dit van jou gehoord hebben, dan denk ik, nou, ik moet er niet te licht over denken. Dus uh, het, het is duidelijke les, jongens. Een marathon is uh, niet iets van, ah, die doen we er even bij. Ook al zijn er verhalen van mensen die amper, ja, of maar die hebben dan vaak en een hele extreme motivatie. Ja. Hè? die doen dat voor een overleden ouder ja, precies. of die door, ja, weet ik ook. goed het. doel en, ja. Uh, ja, en. Ja. Dan denk ik nog best wel dat je nog wat tien tandjes dieper kan dus als ik mist ben gegaan. ook een beetje de motivatie. Enorm, ja. Dus, uh, ja want uh, ja. ik vond ook dus ergens dat ik het niet verdiende. Ja. Met deze voorbereiding. Ja. En wat als nou in je gezin, als je familie was meegekomen? Uh, als, mm. als ik mm. langs de kant was gaan mm. staan en nee. al, die luister, al onze luisteraars, nee. Dat, uh... Nee, dat is het niet. Nee, ik heb enorm genoten van al dat publiek langs ja. de kant. Ik heb dat maximaal gebruikt. Maar uiteindelijk moet je het wel zelf doen, hè? Ja. Nou, het is uh, fijn... Uh, Fijn te horen uh, jouw gevoeligheden en uh, jouw onzekerheden, Gerrit. en, uh, en mooi te horen. Jij ja, bent ook heel eerlijk, denk ik, wat dat betreft. Dit is. Uh, ja, kan niet kijk, anders. je kan hier ook juichend zitten. Ja, ik heb het mooi gedaan en uh, binnen de vier uur. Maar nee, het maar gaat dat is, erom wat dat je is echt voelt. Ja, dat is een emotie van de eerste. Ja. Ik heb het gedaan. Ja, ja dat ik, ik, ik het gedaan heb, daar heb ik al wel. Ik eens zag je zien. foto. Ik denk, nou, die, uh, dat ziet er goed uit. Die is. Uh, ja, ik ben ook wel. Uh, <laughs> ja. ben ook blij dat ik het volbracht heb. Ja, ik wil je ook niet in de put praten van dat nee, nee, je faalt hebt. Uh, nee, beetje, nee, nou, uh, een beetje het is een ambivalent ja. is het wel. Het kan beter. Altijd ja. ruimte voor verbetering. Ja, dat is precies. wel duidelijk. Dus uh, ik zeg, uh, volgens mij moeten we eens een mooi boek gaan lezen. Missie Marathon ja. over ah, ja. uh, hardlopen uh, ja. uh, hè, zonder blessures. Zonder uh, blessures de marathon lopen. Ja. Dan gaan we dan binnenkort eens vragen aan de schrijfster Mariska van Sprundel hoe zij haar missie uh, uh, ja. marathon haar, uh, aanpakte. Ja. En dan kunnen ik we, ik ga even... jou niet uh, voor het blok zetten om uh, nu te zeggen dat je uh, Rotterdam gaat doen nee. volgend jaar, maar wie weet. Ja. Goede voornemens. Sibel dan wel, ja. ja. Ik zie inderdaad nog even leuk inderdaad de gegevens die uh, laten zien hoe het jou eraan toe op gaat. Op YouTube van, zie je dat uh, he? ja. op het scherm. Ja, de tempo's. Ja. En dan zien we ook die enorme klif. Zowel ja, in hartslag als, als in duidelijk. tempo. En je hebt toch toch nog wel een eindfinish. Uh, 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 ja. De laatste kilometers gaat het toch langzaam steeds harder. Ja. Eindsprint heb je nog wel een beetje. Ja, ja. ja. Dus nou ja, even samenvatting. Tips. Uh, onderwerp is het belang van een goede voorbereiding. Ja. Nou, ten eerste, een voorbereiding kan nooit perfect zijn, daar moet nee. je ook realistisch in zijn, maar je kan hem wel uh, zo goed mogelijk maken. Eén is gewoon de basis: genoeg getraind hebben. Ja. En in welke vorm dat is, je hebt natuurlijk de, de paar knoppen waar je aan draait, het volume van de trainingen. De frequentie, intensiteit. Nou, dat is een, een mooie mix. In jouw geval zeg je: ja, ik moet echt de volume van de training. Ik moet langere. Wil ik. Wil ja. ik, hè? ik weet niet of dat moet, maar dat wil om, ik. Om, gewoon omdat je weet: na 25, 30 kilometer. Ja. Daar, daar ontstaat iets. dat wil fysiologisch ik fysiologisch een ja. punt. Ja. Maar ook mentaal een punt. Uh, waar dingen pijn gaan doen. Uh, en en nou, dat moet je meemaken. Ja. Om daar, uh, want het is geen fijn gevoel. Punt. Dat is gewoon. Nee, en ik, 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 wil, weet je wat het woord, ik wil hem temmen, weet ja. je wel? Je wil je grip krijgen op die ja. marathon. En uh, nou, ja. dat had ik nu alle drie de keren eigenlijk niet. Ja. Dus die ambitie is er nog wel. Uh, tweede wat ik geleerd heb van jou is... Uh, doe nooit een experiment op de ah, dag. Nooit? Van <laughs> marathon zelf, en dat mm. heeft te maken dus... Ja, puur met, met eten. Uh, Alles. In dit Kleding, geval. Kleding, tasjes, ja. sokken, riempjes. Inderdaad. Uh, en ook schoenen. Uh, in dit geval, ja, je ja. had uh, schoenen, nieuwe schoenen, maar een maatje te klein. Waar je dan ook pas achter komt ja. na zoveel kilometer. En derde les is denk ik... En toch even heel scherp neerzetten. Die schoenen zijn dus mijn schoenmaat, hè? Ja. En dus in 10 ja, kilometer en het... in halve marathon zitten die als ja. gegoten. Heerlijk. Maar let op. Bij een marathon zet je je voeten zoveel uit dan heb je dus misschien wel een maat ja. of een halve maat groter nodig. Ja. Had die Patrick Stastra ook wel even ja, ja. vertellen. Of halverwege switchen, maar dan uh, gaan we <laughs> nee, toch maar niet doen nee. met uh, klittenbandschoenen. Ja. Derde les die ik toch wel zelf heel interessant vind is uh, uh, het nut of juist uh, de nutteloosheid van een pacer. Ik vind dat toch wel interessant van uh, ja, is het nou... Ik ben nog steeds, tuurlijk... Idealiter zeggen alle wetenschappelijke studies, gaan, ga één tempo lopen. Mm -hmm. Aan de andere kant is het mentale aspect of waar jij je goed bij voelt ook zo belangrijk. Dus op het moment dat die pacer net al te hard gaat, ook daadwerkelijk te hard gaat, voelt dat al niet goed. Ben jij iemand die het fijn vindt om iets rustiger te starten en dan uh, juist die negative split te lopen? Ja, dat kan ook heerlijk zijn en dat je juist in dat kraaligste bos van jou iedereen lekker voorbij loopt. Ja. Daar valt dus ook nog wel wat te halen. Uh, ja. Dus denk nadenk ik voordat je besluit van ik ga. Nou ja, ik heb een streeftijd en ik ga met die bezig meelopen. Ja, uh, ja, ja, ja. Daar kan je wel eens in vergissen. Leuk hè? Mis ik er nog één? Nee, ja, dat zijn wel de belangrijkste. Ja. Eten trainen. Eten trainen. Ja. Dat is ook echt wel. Uh... Fijn te horen wel dat je heel bent gebleven. Hè? Ja. Dat is ook wel... <laughs> Ja. Nou, want dat was ook wel even spannend. Op een gegeven moment tijdens dat weer proberen te joggen. ...kreeg ik ook wel degelijk steken in mijn enkels. En toen dacht ik, ja, maar nu is het helemaal... ...ik ga al helemaal geen blessure hier lopen. Dus dat was weer extra wandelmotivatie. Ja. Maar dat... Dus, ...dus dat klopt ook iets niet. Want in die laatste twee kilometer was dat toch ook weer weg. Dus ja. uh, echt, echt geblesseerd was ik niet aan het raken Oké, oh, okay. ja. Nee. Nou, uh, leuk experiment dit ook. In, de, de, omgekeerde in de, de omgekeerde rollen. Ga je ook afkondigen? Uh, pff, hoe zat dat ook? Drie Boek. dingen om aan te denken. Nou, doe jij dat maar. Uh. Hoe uh, mensen ons kunnen bereiken? Nou, ja. we doen het even samen. Okay. Mensen op social media. Hoe kunnen ze ons vinden? Ja, Twitter, Instagram. Slimmerpodcast, uh, Slimmer Podcast, denk ik, is onze... Ad Slimmer Podcast. Ja. ja, Twitter en Instagram hè? van iedere aflevering. Ja, kun je reacties... Uh, elke aflevering staat erop. Dus kun je reageren direct onder de post. Ja. En dan uh, hebben we ook een website. Zeker, de uh, www.slimmerpodcast.nl. Ja, maar met... is dat handig eigenlijk, jongen? Ja, dat is denk ik kun je per uh, elke aflevering ook apart vinden. Daar apart ja, op regelen. Doorsturen vallen. En doorsturen kun je naar de link mensen en, uh... die bijvoorbeeld hun eerste marathon of hun derde marathon gaan lopen en net zoals Gerrit net nog niet perfect hebben gedaan. Ja. En uh, dingen kunnen leren. Dus uh, doe dat vooral. Uh, Derde is natuurlijk, als je denkt: ja, maar ik hoef helemaal niet op die social media gezien te worden. Die of heb je, op ja, die site. Mensen. Ja, wij zijn ook nog bereikbaar gewoon per, per brievenpost. Nou, dat is een beetje een geintje natuurlijk. Nee, je kan ook gewoon reageren uh, per mail. Uh, op uh, wie zijn wij precies? Beetje ja, techniek? Post. mail. Ja, post. Het oh, slimme ja. <laughs> ja, zeker. Post. Het slimme podcast. En uh, als je het nou ja. leuk vindt en onze reis uh, wil, uh, ook financieel wil steunen, dan kun je ook nog vriend worden. Hè? Vriend van de show. Ja. Doen ook meer mensen. Iedere week. Krabbelt er toch eentje ja, bij? Met uh, sommige, met met met. Audio Doneren hebben we het dan erbij, over. En, he? Ja, audioboodschappen en, uh, ja. en donaties. Ja. Waar doe je dat ook weer, Jurgen? Ja, gewoon op de site van uh, vriend van de show. Uh, slash slimme podcast. Ja, slimmerpodcast. ja leuk, ja. Mooi man. Nou, ik weet niet. Volgende week uh, zal ik hem wel weer hosten. En goed. mag jij onze expert zijn. Maar dit vond ik toch heel leuk. En ik hoop dat onze luisteraars er uh, wat van opgestoken hebben. Gemotiveerd raken. En uh, laat dus vooral weten, een berichtje, dat we met elkaar uh, ja. samen naar Rotterdam. Of een volgende marathon, als je dit luistert na 10 april 2022. Dat kan natuurlijk ook. Dan uh, laat het ons weten en dan gaan we samen lekker daar naartoe trainen. En alle lessen zo goed mogelijk toepassen. Oké. Okay. Jurgen, dankjewel. Ja. Tot volgende ja, week. Tot volgende week.